Toen ik net docent filosofie werd, toen dacht ik dat ik eigenlijk iedereen gewoon best makkelijk aan het denken kon krijgen. Dat leek me nu echt het allermoeilijkste niet. Ik ging ervan uit dat ik iedereen zou kunnen aan het denken krijgen. En wat ik me daarbij voorstelde was dat ik een vraag zou stellen aan mezelf die ik niet op zou kunnen lossen. Die ik niet zou kunnen beantwoorden. En als ik ze dan zou kunnen uitleggen waarom ik die niet beantwoorden kon, dan kreeg ik ze vanzelf aan het denken. Het leek ook altijd te werken. Ik gebruikte bijvoorbeeld een bekend probleem uit de filosofie, het lichaam-geestprobleem bijvoorbeeld. En ik zei, nou ja, kijk, enerzijds moet de geest wel lichamelijk zijn en anderzijds kan die niet lichamelijk zijn. En als ik dan voor allebei een beetje argumenten had, dan dacht ik, ja, dan kan ik dat probleem dus niet oplossen, dus dan moet je aan het denken. En dat deden ze dan ook altijd. Ze gingen altijd aan het denken om te proberen te laten zien wat voor foute veronderstellingen ik hanteerde. Hoe ik eigenlijk de vraag niet goed begreep. Zulke soort dingen. En dat werkte dus altijd. Het kon ook met andere problemen. Het probleem van de persoonlijke identiteit, het probleem van de vrije wil. Er zijn genoeg problemen in de filosofie die we niet kunnen oplossen. En als ik ze die voorlegde, dan gingen ze altijd vanzelf aan het denken. Tot ik veranderde van baan en in Nijmegen ging werken bij de faculteit de sociale wetenschappen. Daar kreeg ik met heel andere studenten te maken. Die begrepen best wat ik aan het doen was. Die begrepen ook best dat ik een vraag stelde die ik niet kon beantwoorden. Dat konden ze ook nog volgen. En ze begrepen ook dat dat een vraag was die misschien niet te beantwoorden was. En daar bleef het dan bij. Daar was het zoiets van punt, afgelopen. Ze gingen niet zelf aan het denken, want het interesseerde ze niks. Als er een vraag was die niet te beantwoorden was, en als zelfs de docent die vraag niet beantwoorden kon, wat zouden zij zich dan druk maken om die vraag? Die vraag werd gewoon geparkeerd en daar bleef het bij. En langzaam drong tot me door dat ik dus misschien eigenlijk er helemaal niet in geslaagd was, nooit nog in mijn leven, om mensen aan het denken te krijgen. Het enige wat mij wel lukte, was om mensen een beetje te sturen in hun denken, maar dan alleen maar mensen die toch altijd vanzelf al aan het denken waren. Ik had alleen maar met filosofiestudenten te maken gehad. En die willen nu eenmaal altijd wel denken. Maar de studenten waar ik nu mee te maken had, de studenten die niet per se willen denken, die misschien daar de zin niet zo van inzien, dat was nog iets heel anders. Dat was een stuk moeilijker. En die gigantische didactische talenten die ik dacht dat ik had, die had ik dus misschien helemaal niet. Want ik kreeg ze niet aan het denken. Het lukte op geen enkele manier. Oké, wat ik mij langzaam ging realiseren was dat om een goede docent te zijn, ik de studenten zelf vragen moest zien te laten stellen. Aan zichzelf. Dat vroeg om verschillende dingen. Twee belangrijke stappen en ook nog natuurlijk dat ik hun nieuwsgierigheid wist te treffen. En ik ben er al een tijdje cynisch geweest over studenten. Ik dacht, ze zijn allemaal een beetje te bang voor de arbeidsmarkt en daarom blijven ze maar zo lang mogelijk aan de universiteit rondhangen. Tegenwoordig denk ik, nou, het zit toch wel wat anders in elkaar. Er zijn veel meer nieuwsgierige studenten dan ik misschien aanvankelijk dacht. Maar zelfs als je nieuwsgierige studenten hebt, dan ben je er nog niet om ze aan het denken te krijgen. De eerste stap natuurlijk is dat ze hun eigen vragen gaan ontdekken. Dus je moet de stof zo aanbieden, niet dat ik mijzelf een vraag stel die ik niet beantwoorden kan, maar dat zij zich een vraag beginnen te stellen en dat ze daar het antwoord op willen weten. Dat is stap 1. Maar dan krijg je nog dat je een tweede stap moet maken. Dat je het verschil moet maken. En daar wordt het dus wat mij betreft interessant. Omdat we daar te maken krijgen met een verschil tussen filosofen en wetenschappers. Of tussen mensen die willen denken en mensen die vooral willen weten. Dat is trouwens denk ik ook een tamelijk hedendaags onderscheid geworden. Waarbij dat onderscheid tussen de denkers en de weters zo groot is geworden. Maar die tweede stap bestaat daarin dat je ontdekt dat er mensen zijn die het wel willen weten en eigenlijk niet per se willen denken. En mensen die ook echt wel willen denken. De mensen die willen weten, die lijken een beetje, want het is misschien een wat subtiel punt, maar je kunt het wel mooi uitleggen, denk ik, door het te hebben over een gevleugeld gezegde wat wij kennen uit 2 voor 12. Namelijk de uitspraak, dat zoeken we op. Nieuwsgierige studenten die zich een vraag stellen waar ze het antwoord op willen weten, komen heel vaak wel in die modus dat ze zeggen, dat zoeken we op. Dat zijn de studenten die iets willen weten. Die gaan het ook allemaal opzoeken.
Maar de mensen die aan het denken slaan, de filosofen, zijn niet de mensen die het kunnen gaan opzoeken. Maar die moeten eerst aan het denken gaan, omdat er nog niks op te zoeken is. Maar omdat er iets uitgezocht moet worden, zou je kunnen zeggen. Omdat er eerst iets opgeklaard moet kunnen worden. Kijk, de wetenschappers die denken dat er een antwoord moet zijn op hun vraag. Die denken dat er ergens dat antwoord is. En dat het te vinden moet zijn en dat het opgezocht moet kunnen worden. En natuurlijk niet letterlijk in een boek of op een computer. Maar ze denken dat dat dan opgezocht kan worden in wat je zou kunnen noemen het boek der natuur. Maar filosofen zitten wat anders in elkaar. Die beseffen eigenlijk dat de natuur nog helemaal niet vanzelf een boek der natuur is. Dat om van de natuur een boek der natuur te maken, om dat te lukken, heb je eerst een goed begrippenkader nodig. Met behulp waarvan je die natuur als het ware zou kunnen uitleggen als iets wat begrijpelijk gemaakt kan worden. En voor die stap moet je aan het denken. Voor die stap is het nodig dat je zegt, ik kan niks opzoeken nog voordat ik heb uitgezocht hoe ik het kan opklaren. Dat laatste, dat is wat filosofen doen. En als je dat laatste voor elkaar krijgt, als je studenten aan het denken krijgt over een vraag waarvan ze snappen dat ze nog niet eens weten hoe ze het antwoord kunnen gaan zoeken, omdat ze eerst moeten snappen, wat betekent die vraag nu precies? Hoe kan ik die vraag goed genoeg onder woorden krijgen? Dan zit je in de buurt van de studenten die je aan het denken kunt krijgen. Nou, dat lukt me lang niet zo vaak als ik zou willen, maar als het me lukt, dan is dat wel fantastisch.